Bam! En het is de week der weken, de week van de waarheid. De week waarin zes games uitkomen. Zes grote releases in één week, waarvan vijf op één dag. Wie had dat ooit durven denken? De industrie is echt van lotje getikt dat ze dit doen. Maar goed, als zij dat willen, moeten ze zelf weten, weet je wel. Wij gaan het gewoon lekker allemaal spelen, testen. En dat betekent gewoon een hele drukke week. En ik vertel je nu alvast, of ik deel je dat mede, dat we aanstaande vrijdag, ik denk vanaf een uur of 12, de hele lange, we gaan een extra lange stream doen, waarin we hopelijk alle vijfde games die in die dag uitkomen gaan streamen. Ik denk een uurtje, anderhalf uur per game. En dan lopen we er zo doorheen met meerdere presentatoren. Daan komt langs, Kevin komt langs, ik ben erbij, Koos is erbij. Dus we wisselen ook nog eens een keer lekker af. Dus dat wordt een hele toffe stream. Minimaal 6 uur lang. Kom gewoon even hangen, kan je meteen zien wat al die games gaan brengen. 5 games dus. Eerst deze week hebben we God Eater 3. Die gaat Skate doen. Dat is ja, wel een beetje een niche game die ongetwijfeld heel veel fans heeft. Wel een lastige game, want je moet wel heel erg in die gameplay zitten. En dus ja, qua presentatoren zitten we dan ook te zoeken wie wat wel kan. Skate houdt wel van dit soort type gameplay, heeft zich erin vastgebeten. Maar er zijn natuurlijk heel veel games. Dus dat is lastig. Maar in ieder geval, de review ga je krijgen. Dan hebben we natuurlijk Crackdown 3. Ik heb nog steeds niks gehoord van Microsoft. Toppie. Jump Force, die gaan we deze week krijgen. Dus de review zal waarschijnlijk dan volgende week komen. Want dat willen we gewoon goed spelen. Anthem Early Access, dat gaat wel lukken. Die gaan we op vrijdag dan streamen. Metro, die heb ik al voor een heel groot deel te gespeeld. En verder rest, mondje dicht. En Far Cry New Dawn. En die heeft Boris al voor een heel stuk gespeeld. En iemand anders. En mondje dicht, mogen we ook nog niks over zeggen. Kortom, twee van die games gaan we de review voor de 15e al brengen. Dus dan ben je mooi op tijd. We hebben die beide games ruim op tijd gehad. Kunnen we hem dus helemaal uitspelen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Je weet wel, korte review en een discussie. Ja, mensen zeiden van, is het nou wel een discussie of is het nou niet een discussie? Het is meer in-depth. Het is meer, we vertellen meer over de game, meer persoonlijke ervaring. Het is gewoon een ja, als je premium baas bent, dan krijg je van ons ook gewoon meer info, de tijd om te luisteren. Dat wil niet zeggen dat de review niet klopt. Die klopt heel erg, maar die is gewoon heel erg beknopt. Heel erg sec. Je krijgt gewoon meer gameplay, meer uitleg, meer verhaal. Er zit vaak nog een extra presentator ook bij. Dat is het verschil tussen de premium discussie, in-depth discussie en de review. We gaan ook Apex Legends reviewen. Inmiddels hebben we die nu toch echt een week kunnen spelen en kunnen we daar van alles en nog wat over kwijt. We gaan een item maken voordat al deze 5 games uitkomen. Welke game volgens ons het beste gaat zijn, maar ook welke gaat het meest scoren. Nu we een beetje weten wat die games zijn en weten wat jullie smaak ongeveer is of wat de gamersmaak is. Welke game gaat scoren, welke games worden in de budgetbak gekocht en welke games gaan gewoon helemaal niet aangeschaft worden. Dus dat gaan we van tevoren doen en we komen er waarschijnlijk volgende week ook nog even op terug. Misschien in een piepshow, misschien in een los item over wie die strijd een beetje verloren heeft. Want ja, als je 5 games tegelijk uitbrengt en er is ook nog Resident Evil DLC, dan neem je wel een risicootje natuurlijk. We hebben natuurlijk een piepshow, dat mogen duidelijk zijn. We hebben, ik zit ook nog even te kijken, een PlayDays nog met Crackdown. Daar zijn we ook mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. We moeten al die oude consoles weer gaan afstoffen. Aansluiten natuurlijk. SCART, alles werkt met HDMI. Moeten weer doosjes tussen hangen. Daar zijn we ook druk mee bezig. En we hebben ook nog een Filmkings. En we hebben natuurlijk deel 2 van de zeer goed bekeken en ook best wel geloofde Final Fantasy Fanfest. In Parijs, deel 2. Deel 1 hebben jullie gezien. Deel 2, ik hoop dat die beide gasten nog leven, want ze waren behoorlijk brak. Maar er wordt op dit moment nog steeds geëdit. Het schijnt een kunstwerkje te worden. De deel 2 dus. Dik 35 minuten entertainment voor de premiumbazen. Dankzij jullie dat we dit soort prachtige dingen kunnen maken. Zit ik even te kijken wat we nog meer hebben. We hebben nog meer.
En dat is nerd culture. Nou, kondig ik dat ongeveer elke week aan. Maar het is net als met de Elfstedentocht. Dus hoe langer het niet is, des te eerder komt het wel. Dus ook deze week kondig ik het gewoon weer aan. Degene die geïnterviewd wordt, gaat nog niet zeggen wie het is, maar die moet om 1 uur komen. Het is nu 11:02, dus ik heb nog geen afbel gehad. En voor woensdag nemen we ook alweer een nerdculture op. Dus wat dat betreft, de dag dat de nerdculture komt, die komt dichterbij. En dat gaat gebeuren. Sterker nog, ik durf nu de wetenschap aan. Er komt eerder een nerdculture online te staan dan er een Elfstedentocht is. Daar mag je me aan houden. Anders scheel ik mijn hoofd kaal. Dat is ook niet zoveel werk. We hebben een volle week. Veel games. Wie weet, Douwe Jump Force, als hij nog op tijd komt. Douwe die er ook nog tussen. Crackdown. Ik neig erna om Crackdown niet te snel te gaan reviewen. Omdat dat ook een game is die online moet gaan werken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Anthem. We gaan Anthem pas na de totale uitkomst van de game. Op 22 februari gaan we die reviewen. Die game draait helemaal om servers. Die draait helemaal over online gameplay. Of het met elkaar goed gaat als iedereen speelt. Natuurlijk zullen we een let's play doen of misschien een eerste indruk. Maar de review, daar moeten we gewoon nog even op wachten. Maar we gaan wel proberen, in ieder geval in die livestream, vrijdag vanaf 12 uur al die games aan je te laten tonen. Wordt een feestje, ben er gewoon even bij. En we gaan aan de slag.